Hallo allemaal! Welkom bij een nieuwe vlog van Noppelingers King & Bo. Ja, sinds we niet bij Bo en de Wij zitten, zijn we bij andere jongens vandaag. En we gaan vandaag de Q&A opnemen met puntje puntje. Als jullie willen weten hoe die heet, blijf zeker kijken. En als jullie antwoord willen op al jullie vragen die jullie hebben gesteld. Yes! Nu komt tum 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 tum. Waar is die? Hij is daar achter. Ja, nou. Oké. Okay. Let's start with the first question. Ja, gaan we om en om doen? Antwoord geven? Maakt mij niet uit. Begin maar. Hoe oud is meneertje? Oh. Shit. Daar waren we zo meteen. Kijk maar, vraag 3 is wat het is. Dus het is nu 2,5 jaar. Dus hij is echt nog een babby. Die vraag, hoe heet... Dat komt als laatste. Ja. Dus, is het een merrie, een ruin of een hengst? Sommigen hadden het al geraden, want hij is inderdaad nog hengst. En hij loopt hierbij allemaal andere hengsten. Gezellig een volwassen jongen te worden. In de opfok. Ja. Wanneer komt hij bij ons? Oh. Sorry. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar in april... Zoiets naar huis komt, hè? Misschien eerder. Misschien iets eerder, dat ligt er een beetje aan. Niet later, dat voor sowieso april niet. Komt hij naar huis. Voor april komt het naar huis. Oh nee, we hadden al geantwoord dat het een hengst is. Ja. Dus, oké, okay, top, 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 top. Dus dan is die 3 en dan komt hij naar huis. Dan kunnen we daarmee gaan beginnen. De volgende vraag. Wat is zijn karakter? Daar kunnen we nog niet zo heel veel over zeggen. En zoals je ziet boeit het hem allemaal niet zoveel, want hij staat daar achteraan. Ik ben op de grond zitten. Ja, het is een beetje tussen de kakka's hier zo. Maakt niet uit. Dit doet een beetje pijn, ja. Dus ik ga ook even hier zetten. Wacht. Ik ga even steun op jou. Ik ga wel op mijn been zetten. Ja. Dit is beter. Wat is zijn karakter, ja? De mensen waar we hem gekocht hebben, die zeiden dat hij niet heel snel onder de indruk is, hè? Nee. En dat hebben wij hier ook wel eigenlijk beaamd. Ja, in het begin was hij heel bang. Toen hij kwam en toen heeft hij gewoon 3 weken rond zitten rennen. Misschien is het leuk om het verhaal te vertellen van hoe die kwam en hoe we hem gingen ophalen en hoe lang dat al geleden is. Ja, zullen we dat dadelijk doen nadat we alle vragen, als we alle vragen beantwoord hebben, even nog een leuk dan gaan we even nog een leuk storytime ding doen, ja. Wat wil je ermee gaan doen? Eigenlijk weer gewoon hetzelfde wat we met al onze paarden doen. Ja, gewoon zelf opleiden tot wat mogelijk is. Ja. Dus van jong groen paard, dit is heel groen. Dit is echt heel groen. Dit is echt baby. Dan, ja. Zo was Koning ook toen ik hem kocht, 2,5. Alleen die was iets meer in de hand geweest. Deze is meer op. De kanaalnaam gaan we niet veranderen. Nee. Nee. Dus ja, daar kunnen we heel kort maar krachtig over zijn. Dat is het niet. Die gaan we niet veranderen. Wat is het leukste aan hem? Hij is nog niet zo leuk. Sorry, maar nee. Hij is nog niet zo leuk. Maar dat komt dadelijk bij de storytime. Ja. Alhoewel hij nu wel lief is. Ja, hij is wel lief. Hij is lief. Hij is heel lief. Maar hij is echt nog baby. Met een baby. Ja, daar niet komt hij. Hey! Oh. Zie je? Hallo, Spekkie. Ik vind alles spannend, zegt hij. Wat het leukste aan hem is, ja, hij is ook heel nieuwsgierig, zoals jullie zien, maar ook wanneer het hem uitkomt. En ja, nu komt hij kijken. Hi, knappe jongen. Jongen. Hi. Kom jij kijken? Ja, wat is het leukste aan hem? Ik vind trouwens ook dat hij heel veel op Koning lijkt. Ja. Als je er zo naar kijkt. Hij heeft zo'nzelfde blik in zijn ogen. Zo heel wijs, ondanks dat hij pas een baby is. Dat hij helemaal niks weet, dat hij eigenlijk nog dom is. Ja, hij heeft nog niet veel meegemaakt, dat kind. Oh ja, niet veel gezien in het leven, nee. Daarover later meer. waarom hebben we hem gekozen? Nou, hebben we hem eigenlijk wel gekozen? Ik weet niet meer precies hoe het ging.
Ik weet het ook niet. Ik ben hem in ieder geval tegengekomen op Marktplaats. En toen ik hem zag, dacht ik, dit is hem. Maar we zijn heel veel paarden tegengekomen. En we zijn eigenlijk bij geen één paard gaan kijken. Nee. Maar... Bij deze zijn we gaan kijken. En de volgende keer gingen we hem al ophalen. Ja. We zijn één keer gaan kijken en daarna zijn we hem op gaan halen. Ik dacht, dit is hem gewoon. Of het een kruising is met een Arabier. Nee. Hij is ook geen edelbloedhaflinger. Edelbloedhaflingers hebben dus Arabier er doorheen. Dat heeft deze niet. 0% Arabier. 0% vreemd bloed, jongens. Dus volledige haflinger. Knabbestie, hè? Weten wij. Zijn schofthoogte. Weten we niet. Dat durven we dus echt niet te zeggen, want... Hij is heel veel gegroeid in de afgelopen Hij maanden. Is best wel veel gegroeid, ja. En we hebben hem ook niet gemeten van tevoren, hè? Dus we weten eigenlijk ook helemaal niet hoe groot hij is. Hij zou wel een flinke 1,50 meter zou worden. Ja. De fokkers. Hij zou groot worden, ja. En als hij zo blijft eten, gaat dat zeker goed komen. Bo blijft. Ja, tuurlijk blijft Bo. Die vraag, toen dacht ik echt, oh, wat is dit? Altijd. Nee, Bo mag gewoon blijven, jongens. Maar laat wel aan denken om Bo een keer op Marktplaats te zetten om te kijken wat ze zouden bieden. Maar niet om hem echt weg te doen. Nee, hij gaat niet echt weg, zeg maar. Waar ons babyke vandaan komt. Hij komt van Haflingerstal Imladris in het uiterste hoekje van Nederland. We hebben hem in Groningen opgehaald. Ja, dat was nogal een dingetje. 4 uur heen en 4 uur terug. Ja, best heftig. Maar Twee keer ook nog. Ja, helemaal in het uiterste puntje. En daar fokken ze dus haflingers. En alle jonge paarden die gaan gewoon een keer de deur uit daar, als ze zelf niet meer... Ja, ieder jaar laten ze hem ergens dekken en dan... Door verschillende hengsten. Ja, als er een hengst uitkomt, dan doen ze hem vaak als weg. Als ze zelf niks in zien in ieder geval. Ja, juist. En dit was een hengst, dus die kon sowieso niet blijven. Dit is jouw vraag. Wat staat er? Gaan we hem op VD leren? Nee, VD leren. Dit moest op, moest weg. Vrijheidsdressuur, kind. Weet ik niet of we hem dat gaan leren. Ja, dat is jouw afdeling. Je bent met Bo ooit gestart, maar het zet niet door, zeg maar. Als deze het ook niet wil, dan wil die het ook niet. Nee, dus dat is de keuze is aan hem, zeg maar. Als het komt, dan komt het. Ja, als hij ervoor open staat, dan kan dat. Zullen we deze vraag als laatste doen? Want dat hoort storytime bij. Ja. Van wie is de pony? Ik snap eigenlijk niet waar dat precies relevant is, maar ik doe alle uitgaves. Reem helpt overal bij. Dus alle paarden staan officieel op mijn naam. Maar ja. Zonder mij ging het ook niet. Nee. Ja, zonder jou lastiger. Ging het ook niet. Nee, dus ja. Ik heb hem gekocht. Laten we het zo zeggen. Reem helpt me ermee, ja. Waarom een nieuw paard? Je moet daar een waarom aan hangen. Je wil gewoon een nieuw paard. Ja. Het is niet omdat dat koning is overleden dat er een nieuw paard moest komen. Nee. Dat is Want niet als koning reden. Was gebleven hadden we ook geen nieuw paard gekocht. Nee, misschien wel. Maar ja. Het was niet zo omdat koning was overleden dat er per se weer een tweede paard bij moest. Nee, het was niet zo dat we per se een tweede paard... Ja. En hij was gewoon heel knap en toen... Bam. Hij was heel knap. Ja. Hij is nog steeds heel knap. Ja, nu Hallo, een kom vatsig. Je? Ja, vies en ja dit zullen jullie niet snel van ons zien. We willen dit eigenlijk ook liever niet presenteren. Nee, maar we kunnen hem natuurlijk niet wassen, jongens. Hij is een baby, hij mag gewoon even gewoon... zijn. Ja. En of die Bo al ontmoet heeft, beter van niet. Ik denk dat het misgaat. Als we elkaar ontmoeten. Wel als hij zo is zoals hij nu nog is. Hij komt takkie en dan komt hij naar huis en dan gaat hij Bo ontmoeten. Zijn ballen gaan er wel af. Ja, hij gaat niet als hengst door het leven blijven gaan. Nee. Nee. Stop. Ja, heel jammer allemaal. Maar misschien in de toekomst een keer. Nee, nu. Dat waren voor nu de vragen. Dan gaan we jullie nu even de allerlaatste vraag beantwoorden. Want jullie willen weten wanneer we hem gekocht hebben. Nou, dat was dus vorig jaar april. Nee, maart. Het was maart. Het was in maart. Ja. We hebben het al die tijd gewoon geheim kunnen houden. We waren gewoon geheime dingen aan het doen. Steeds gewoon dit. Ja, waren we steeds gewoon hier in de opfok.
Maar het zit dus zo. We hebben hem dus gevonden op Marktplaats. Marktplaats. En toen Marktplaats. Marktplaats. En toen bleek dus dat hij helemaal in... Nee, al vanaf het begin. Je ging mij eventjes die advertentie doorsturen. Ja, inclusief foto's. Inclusief foto's. En het was in Groningen. Groningen is 4 uur rijden. Ja. Met de trailer nog langer, kan ik jullie vertellen. Al honderden advertenties naar maar het was het allemaal niet. Het was dan wel leuk, maar niet spannend. Nee. En toen... Ik kom eigenlijk niet meer in Groningen om bepaalde redenen. En toen ik zo... Hiervoor kunnen we wel naar Groningen gaan. En toen gingen we de volgende dag. De volgende dag gewoon, ja. Niemand wist het. Niemand wist zelfs mama wist het niet. We hadden het voor iedereen, dus hadden we het geen geheim gelaten. En toen zijn we gaan kijken, ja. Gaan kijken en... Toen was het hem gewoon al. Ik dacht, deze gaat mee. En toen... Vertel wat zijn echte naam is. Zijn echte naam, jongens, is Nicholas Imladres. Horen jullie denken, the fuck. Wij dachten dat ook. Ja. Ja, dus nu heet hij Nico, Sinterklaas, Peculaas, noem maar op. Ja, we noemen hem meestal Sinterklaas. Meestal noemen we hem Sinterklaas. En toen waren we met Nikiet en Kel op pad. Ja. En Kelly, haar paard, is dragend. Dus die had allemaal namen genoteerd. Ja, zij was echt goed bezig. Kel, bij deze, je bent Tante Kel. Tante Kel heeft een hele mooie naam bedacht. Ja. Maar we moeten er zelf misschien nog even aan wennen. Ja. Wil je het al bekendmaken? Ja, zal ik zo de volledige naam en wat het betekent, hè? Ja. De volledige naam is dus Xanto Theo en het betekent blonde god. Ja. Of blonde jongen, net wat je wil. Volgens mij was het blonde god. Ja. Maar die Theo laten we toch weg. Theo gaan we sowieso niet doen. Dus we wouden het zo doen dat we hem nu Xanto noemen. Want we vonden Bo en Xanto echt heel mooi. Bo en Nico kan ook wel. Bo en Nico kan ook. Waarschijnlijk blijft zijn naam gewoon Nico. En voor wedstrijd en andere naamgerelateerde dingen heet hij dan gewoon Xanto. Want ik noem hem al een paar keer Xanto, maar jij kijkt dan echt van, wat doe je? Ik kan er niet aan wennen, omdat hij voor mijn gevoel al gewoon Nicholas heet, of Nico, of Sinterklaas, ja. Of zo. Ja, dus ja, hij heeft al vele bijnamen, zoals jullie horen, alweer, again. En hij heet dus eigenlijk gewoon, zijn officiële naam is Nicholas Imladres, ja. En wij doen hem ook wel Immy, Nico, Mia. Sinterklaas. Ja. Sinterklaas! Je reageert er niet op, dus we kunnen hem nog alle namen geven. Dus ja, toen gingen we hem ophalen in Groningen. Ja, en beest had nog nooit op de trailer gestaan. Nee, hij had nog nooit op de trailer gestaan. En ging hem eventjes de dag van tevoren leren hoe hij de trailer op moest lopen. Echt nee, hij stond er wel in 5 minuten op. Toen stond hij erop, toen had Jamie al nauw gestoten, was er nog overal bloed. Oh, gewoon afgebroken. Ik deed die beelstang. Ik pakte de beelstang, ik deed hem dicht en ik kom toch achteruit gelopen. God, hele nagel lag eraf, gewoon overal bloed. Door de midden, ik had een karspleister gekregen. Ik ja, was, die mensen hadden jou een karspleister. En mijn vinger die hield ik zo rechtop in de auto en ik zat zo, ja, of ik hield helemaal naar beneden. En toen waren we dus aan het rijden, maar hij had dus nog nooit in de trailer gestaan. Dus op een gegeven moment zei ik tegen Reem... Ik hoor niks meer. We moeten even gaan kijken of het nog leeft. Dus we stopten bij de eerste beste tankstation die we tegenkwamen. En toen had hij zijn kop onder de trailerlijn. Hij had één ketting gewoon kapot getrokken. Een hele musketon naar de kaloten. Ja, en dan, zijn hoofd stond zo, want dit touw zat helemaal zo over zijn kop. En toen keek hij echt zo door het deurtje van, help me. Dus toen hebben we hadden voor de zekerheid zo voorbereid als we altijd op pad gaan. Dus 100 halstertouwen meegenomen en hem weer opnieuw vastgezet. En de rest van de reis hebben we helemaal niks gehoord. Nee, jij was echt heel braaf. Super braaf. En we laten hem hier uit, want we zijn dus meteen hier naartoe gereden. Ja, nu komt het volgende storytime. Ja. Toen zijn we dus hier naartoe gereden en toen hebben we hem hier dus uitgelaten. Dat ging ook top. Hij wist meteen wat achterwaarts lopen was. Sommige paarden kennen niet eens achteruit de klep af. De trailer af. En toen heeft hij dus een tijdje alleen gestaan. Omdat ze dan dus, voordat ze geïntroduceerd worden in de hengstengroep, ook bij de merries worden ze eerst apart gezet. Totdat ze een beetje gewend zijn. Dus ze kunnen wel al aan met elkaar neus en zo. Maar dat is veiliger, zodat ze eerst aan de nieuwe dingen kunnen wennen voordat ze hem erbij zetten. Het kan alsnog misgaan als je hem erbij zet, maar dit is ter voorkoming van, zeg maar. Ja, toen is hij 3 dagen volgens mij apart gelopen en toen was hij er klaar mee. Toen is hij zelf door de draad heen gegaan. Ja. Wel gewoon dikke stro of zo. Ja, toen heeft hij gewoon besloten dat hij het gezelliger vond bij de mannen. Dus toen ging hij bij de mannen erbij. Toen ging hij even vechten met het allergrootste paard wat erbij stond. Ja. Want hij had dus echt nul respect voor andere paarden. Ik ben echt zo blij dat hij... Nee. Hij was altijd alleen gehouden of met een andere hengst erbij. Ja. Dus hij begreep het hele groepsverband niet.
Nee. Dus die paarden kwamen zo kauwend op hem af en hij begon die gewoon aan te vallen. Ja, en normaal gesproken een jong paard wat je zo ziet smekken, zo met zijn mond zo open en dicht en zo met het hoofd een beetje laag, die zijn onderdanig naar een ander paard toe. Maar onze Sinterklaas, die viel ze dan even goed aan. En in het begin heeft hij gewoon echt gevochten. Want we kwamen toen hier, toen had hij heel zijn jukbeen open liggen. Overal bloed, heel die voorpluk zat in die ding. Ja, nu nog wel, maar... En nu zag ik weer dat hij een gekke schram zijn hoofd heeft. Maar ja, dat hou je toch als ze in de groep staan. Ja. En ik vind dit wel heel belangrijk voor hem. Want hij wordt nu dus op zijn nummer gezet door de andere paarden. Dus een gedeelte van de opvoeding wordt eigenlijk al gedaan in de opvolg door andere paarden. Het allerbeste is als je hem bij een oude wijze merrie zou zetten. Ja. Want die leert hem dus nog meer dingen. En dat wil hem misschien straks doen als hij gecastreerd is. Dan mag hij bij mami. Ja, dan wil hem dus eigenlijk bij mami neerzetten. Want mami is wel echt een biatch. En die zegt hem wel wat ze wel en niet wil. Ja. Wat er wel en niet toegestaan is in paardenland. Hallo, kleine en baby! Toen was het dus de bedoeling dat de dierenarts hem kwam enten. Ja, en dat ging fataal finaal mis, als je dat zo mag noemen. Want de dierenarts kwam dus ook met bebloede armen aanzetten. Ja, die had net een paard gecastreerd. En toen dacht Emmy, dat gaan we niet doen. Nee, jij gaat niet aan mij komen. En de dierenarts hield toen even het touw vast. En toen had Emmy het even verloren. En toen lag Emmy op de grond. Ja, en toen stond hij dus op en toen ging hij weer rodeo verder. Ja, en toen, dus toen was het enten maar eventjes. Ik denk dat hij toen echt zeker een week met dat touw aan zijn hals rond heeft gevlogen. Ik kreeg hem niet meer te pakken. Hij was er helemaal klaar mee. Hallo. En nu kunnen we zijn hals weer omdoen. We kunnen met hem lopen. Hij is wat dat betreft heel braaf. We kunnen hem nu aanraken overal. Want toen de tijd, ik dacht echt, het komt niet meer goed. Nee. Dat had ik echt. Helemaal bijna teruggebracht. Ik was er bijna klaar mee. Ik heb Daarom er serieus over na hebben we eigenlijk ook zo lang denken. Gewacht, denk ik. We wisten het zelf gewoon niet. Nee, we wisten het niet. En nu weten we het nog steeds niet, maar... Je moet hem wel de kans geven. Jawel, we weten het wel, maar als het niks wordt, dan... Dit komt niet echt motiverend over of zo. Nee, maar weet je wat het is, jongens? Het is een jong paard. Je weet niet hoe die uitgroeit. Leuk hè, jongen, de video's. Ja. Gezellig dat jij eindelijk bent gekomen. Hallo. Je wilt samen met ons de video afsluiten, denk ik. Ja, knappe baby. Dus hij mag gewoon lekker blijven. Hij mag nog even lekker opgroeien nu. En dan gaan we hem zelf inrijden. Ja, waarschijnlijk gaan we daar zelf is mee beginnen. Is de bedoeling. We willen hem eigenlijk gewoon van baby helemaal opleiden tot wat mogelijk is. Ja. En daar gaan we video's over maken. Daar gaan we jullie in meenemen in de opleiding van het jonge paard. Hè? Ja. Vriend. Wat hoor jij? Ja. Dus fijn dat je ook nog even gekomen bent, maat. Het was eigenlijk de bedoeling dat je erbij zou blijven. Maar ja, jij doet lekker je eigen ding de hele dag. Dus ja. Oh, lipje. Ja. Pas op voor die draad, hè. Lipje. Staat er op die onderste geen stroom? Lipje. Want je komt daar gewoon tegenaan. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Want dan had ik nu al op tafel gekregen. En hij denk ik ook. Maar dat is niet. Dus ja, dit is tot zover... Nicolas Imladres, Emmy, Sinterklaas, Xanto. Het is met een X. Ja, maar dat is, spreek je dat net als X of als Santo? Ja, dan moet je aan de Grieken vragen, want het is een Griekse naam. Ik weet het niet eens hoe... Waar ga je heen? Van... Stop, kom terug. Nou, hij wil even zijn vetzige staart laten zien. Ja, wel een super dikke staart, jongens. Ik ben zo gelukkig. Ja, zijn pielenmaus. Dus bij deze de voorstelvideo van Xanto aka Nico hadden we hem genoemd. Als jullie nu nog vragen hebben, dan kunnen jullie ze stellen in de comments. En dan gaan we die alsnog beantwoorden. Ja, dan beantwoorden ze gewoon in de comments. Dan doen we het in de comments. Want ja, deze video hebben we dus al 3 keer bijna opgenomen. En nu dus eindelijk. Eindelijk. Zullen we de video afsluiten met Emmy? Ja, is goed. We moeten hem even pakken. Het zijn echt 2 zuurstokken. Zie je hem? Imladres. Ja, je ziet hem. Emmy! Schattig. Kom je? Doei moeder. I don't want to be in this video. I'm done with this shit. Bye girl. Goodbye. Oké, nou kijk, Nico is er klaar mee. Wij ook. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En tot ziens. Doei! Doei! Doei!